Binnen hopelijk wel. Het is hier een beetje koud. Maar volgens mij wordt het een enorm feest. Had je hem al eerder gezien, deze musical? Of jou de eerste keer? Nee, ik heb hem nog nooit gezien. En dat komt natuurlijk speciaal voor Esmee van Kampen. Die mijn dochter speelde in Hairspray. Dus ik ben erg benieuwd. Ik hoor dat hele goede verhalen over haar. Überhaupt over de hele show. Dus ik ben wel benieuwd. Oefen dus bescheidenheid. Kan misschien geen kwaad. Vleeselijke lust. Gun je lijf wat rust. Ook een goede raad. En vergeet je ijdelheid en ook je jaloezie. Zie het als theaterkind, maar God voert de regie. We hebben Esmee natuurlijk van school zitten. En Susanne de Heij en Ellen Kremers. En een goede vriendin Jacqueline Arendson. En nou, allemaal goede vrienden waar we naar gaan kijken. En we hopen dat ze een feestje van maken. Nou, was je al in Engeland geweest, Frank, zei je. Wat was het voor musical, Sister Act? Ja, heel, heel uitbundig. Een goed verhaal. Het zit goed in elkaar. En in New York hebben ze nog weer wat dingen aan veranderd. Dan vond ik het ook eigenlijk wel sterker dan. Maar dat hebben ze daarna ook in Engeland weer gedaan. Ja, en het gaat all over the world. Hè? Dus ik geloof dat wij de laatste zijn in Nederland die het zien. Maar ik denk dat het net zo mooi is als in het buitenland eigenlijk. Wat maakt deze musical nou zo succesvol? Want hij knalt overal blijkbaar. Het is een heel goed verhaal, zoals dat in de goede musicals altijd is. Het is een soort sweet charity, maar dan toch weer anders. En het is enorm swingende muziek. Fantastische muziek van Alan Menken. Goed verhaal, leuk. Je gaat erin mee. Ja, het is dramatisch en toch licht. Iedereen kiest gewoon lekker zijn eigen toonsoort. Wat was dat? Dat was soulmuziek. Nog een keer! Stilte! Ja, Piet. Ja. Ja, vader van Carolina. Ja. Nerveus? Een klein beetje. Een klein beetje. Maar ze doet goed hoor. Ik heb haar gezien, dus het kan het wel. En de show, kan je nog stilzitten met al dat gezwingende geweld? Nee, je gaat staan. Je gaat staan. Vooral aan het eind, dan is het één zwingende massa. Is het. Geweldig is het. En ja, de voorbereiding natuurlijk, Caroline, toen ze het hoorde. Wat gingen bij jullie toen door je heen dat zij deze hoofdrol zou gaan spelen? Ja, wat ga je er doorheen? Trots natuurlijk, hè, dat ze mag worden. Maar ja, het was een hele lange aanloop, hè, bijna een jaar. Dus het is, en we moesten onze mond houden, hè? Erg, hè? Als ga je uit, vooral voor mevrouw. Oh, kijk, het verschil. Mooi. En ja, wat kunnen we verwachten? Je hebt hem al gezien. Dus wat kunnen de mensen verwachten? Ik ga niks verraden. Nee, het is een geweldige show en ze moeten maar komen, maar het is ontzettend leuk. Er zit ook humor in, maar ook tragedie. En het zingen is ontzettend mooi. Al die castleden, dat zijn toppertjes. Ja. Een swingende musical, komen jullie voor speciaal voor iemand? We komen voor de musical en voor allemaal collega's. Dus we gaan ervan genieten. Hè? Ja. Hebben jullie hem al eerder gezien, Daan? Ja, ik heb hem in Londen gezien en in New York. We hebben het twee keer al gezien, ja. En wat verwacht jij nu van deze Nederlandse versie? Ja, eigenlijk heel veel. In die zin omdat ik het altijd heel leuk vind, juist dat het eindelijk een Nederlands product in Nederland komt. We hebben hier zo lang, hij heeft overal gespeeld. En het is toch een beetje ons product van Joop, van Nederland. Dus ik ben blij dat het eindelijk hier in het theater staat. Dat is het, mannen uit de hemel. Monseigneur, maak hier onmiddellijk een eind aan. Ja, inderdaad, ja. Dit is heiligschennis. Ja. Ik vind het ook prachtig.
goeiedag. Jij komt kijken naar natuurlijk je vriendin. Ja. En ja, maar we zijn toch eens twee op podium. Is dat voor jou? Ja, heel bijzonder. Onze Kruimel die heeft al zijn eerste première al te pakken na vanavond. Je hebt natuurlijk al wat meegekregen. Wat kunnen we verwachten van deze musical? Ik heb het nog niet gezien, maar ik ongetwijfeld een spektakel, een feest en vocaal geweld. Je bent niet nerveus nu, omdat je er nu echt voor de eerste keer ziet, de première? Positief gespannen. Ja. En hoe staat ze er zelf in? Op dit moment, denk je? Ja, heel goed. Ik heb haar net nog even gezien. Ze is heel rustig. En ze heeft gewoon super veel zin. En ze loopt al weken te zeggen, ik heb zo zin om het aan je te laten zien. En je gaat het zo leuk vinden. En, ze gaat genieten, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Al ben ik nog zo ver van huis. Als ze me roepen, kom ik thuis. Ik weet, ze zijn er ook altijd. Sister act, mijn zuster, maatschappij. Een knallende show, heb je hem al eerder gezien? Nog nooit eerder gezien, maar verwacht er heel veel van. Kom jij toevallig nog speciaal voor een aantal mensen die je echt wil zien schitteren vandaag? Ja, Carolina natuurlijk en Simone en iemand uit het ensemble, April, die ik ken, waar ik maar mee gedaan heb. Dus dat is Stanley. Dus, Ze hebben een jaar moeten wachten. Is dat niet heftig voor zo'n cast? Want ze hebben het, Carolina wist al een jaar dat ze de hoofdrol zou gaan spelen. Is dat niet heftig? Ja, ik was er toevallig bij toen ze, zeg maar, we deden een concert samen. Toen ze mocht vertellen dat ze het ging doen. Toen zei ze ook van, goh, ik vond het wel heel erg om het voor me te moeten houden de hele tijd. Maar ja, dat hoort erbij soms, hè. Gaat ze knallen, denk je? Ja, dat verwacht ik enorm. Ja. Ik heb een licht op boven het altaar. En een laserbeam vol in mijn drijf. Ik vermijd de kapel, want het stinkt daar, jawel. Naar tabak en Chanel nummer 5. Ik heb nozems en beatniks en hoeren in huis. Mormonen, Jehova's en ander gespuis. Ik zeg het niet graag, maar ik voel me niet thuis in dit nest. Maar wat hier ook gebeurt, u vindt het blijkbaar best. Goeiedag, je komt de musical. Ja. Sister Act. Sister Act. Wat verwacht jij? Draait hij vandaag of niet? Ja, het schijnt. Ja, ik weet het ook niet. Ja, daar komen we voor. Oh, oké. Okay. Ja. Niet voor Wicked. Ik kom niet voor Wicked, nee. Ja. Sister Act, wat verwacht je? Hele leuke musical. Ja, heel veel vrolijkheid en leuke liedjes en gewoon gezellig. Kom je nog zo speciaal voor iemand? Er zitten een paar ex-collega's van Wicked zitten erin, dus... ik ben heel benieuwd hoe Caroline het doet en Simone natuurlijk. Heb je deze musical eerder gezien of is het voor jou echt de eerste keer? Over de film. Ik heb de films natuurlijk gezien en de musical nog niet, dus ik laat me gewoon lekker verrassen. Volgens mij wordt het een groot feest. Het kan niet anders. Ik heb hem in Londen gezien en ik heb hier de generalen gezien, dat mocht ik even kijken. En het was toen al geweldig, dus ik denk dat ze nu na 13 voorstellingen nog beter op hun plek zijn gekomen. Wat zijn de sterke punten van deze musical, denk je? Het is een combinatie van humor. Het is echt een hele grappige voorstelling. Met dramatiek ook. Er zit eigenlijk van alles in. En wat ik geweldig vind is de muziek. Het is echt popmuziek uit mijn jeugd, zeg maar. En Caroline Dijkhuis, die de hoofdrol mag gaan dragen? Ja, geweldig. Ja, die heeft ongelooflijk hard gewerkt om hier te komen. En het it shows, het is echt heel erg goed wat ze doet. Waar kan ik heen nu ik zo lang gezwegen heb? Ja, waar mag ik dan schuilen bij jou? Daar niet waar ik nooit eerder antwoord gekregen heb. Ik ben altijd zo bang. En het duurt al zo lang, laat me niet in de kou, mag ik bij jou?
Nou, ik denk dat er een enorm prachtig ensemble is wat geweldig zingt. En ik verwacht ook veel humor, maar veel gospel. Heb je nog speciaal mensen waarvoor je echt speciaal komt kijken? Nou ja, je kan bijna vragen wie niet. Ja, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Maar ja, het is een swingmuse. Heb je hem al eerder gezien in Engeland bijvoorbeeld? Ja, we hebben hem gezien in Engeland. Maar ik heb begrepen dat het nu ook weer een iets andere versie is. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. De sterke kanten wat jij toen in Engeland hebt gezien. De sterke kanten van deze musical. Waar blinkt die in uit? Nou ja, dat is natuurlijk de hoofdrolspeelster. En ik wens Carolina nu ook. Ik kan me voorstellen dat ze heel erg zenuwachtig is. Dus ik wens haar heel erg veel tooi. En ik weet zeker dat ze het geweldig gaat doen. Ik heb hem al gezien. Leuk, hè? Ah. Ja, jij ook. Ja, jij vast ook. Nee, echt niet? Ja, jawel. Het is heel erg leuk. Het is echt, ja. Los van dat ik natuurlijk allemaal vriendinnen en nonnetjes erin heb zitten. Maar is het gewoon echt... Het rokt en het knalt. En ik heb zeg maar echt zo 2 uur met zo'n grijns gezeten. Zo heel blij. Het is echt heel erg leuk, ja. Oren, heb je hem ook gezien? Of? Ja, ik heb hem ook gezien. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond helemaal niks aan. Nee, ik vond het fantastisch. Daarna zeiden we, er staat zo ontzettend veel ervaring en talent op toneel. Ja. Dat je ziet, weet je, een Simone en een Stanley en een Edwin Jonker. En dan, ja, Carolina trouwens ook, die doet het ook al jaren. En dan zie je, dan loopt zo'n show meteen goed, weet je. Al die rollen kloppen. En nee, het was fantastisch. En dat was alleen de generale nog maar. Dus het zal vanavond wel helemaal losgaan, verwacht ik. Wat zijn de sterke punten van deze musical, denk jij, in jouw optiek? Gewoon de vrolijkheid. Leuk, het is gezellig, het is grappig. Er wordt even gewoon heel goed gezongen door iedereen. En het is heel strak. Het is echt strak qua dans. Dat is echt de nonnen dansen. Ja, het is gewoon heel leuk. Heel fijn. Hij loopt gewoon goed. Van A tot Z loopt hij goed. Dat is ook de kracht van dit verhaal, denk ik. Ik bedoel, goede muziek, Alan Menken, ook niet tenminste. Nee, daarom. En dat hoor je ook. Er zit een heel mooi nummer in. Dat ik echt dacht, hey, Disney-gevoel. En het is gewoon lekker tempo, weet je. Het is allemaal bam, bam, bam. Dat is leuk. Ja. Vergeef me, vader, want ik heb gezondigd. Het is alweer 2 dagen geleden dat ik gebiecht heb. Moeder Overste... Oh, God, ze is overal! Moet u horen. Ik weet dat u me niet vertrouwt. Maar hiermee kunnen we groter worden dan Broadway, groter dan Vegas. Dit is een godshuis. Weet ik. Dat is nou juist het punt. Kijk, de mensen gaan graag naar een show. Ze gaan graag naar het casino, maar ze gaan niet graag naar de kerk. Waarom niet? Omdat het saai is. Saai, 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 saai. Vanaf morgen herneemt Maria Lazarus de leiding over het koor. En dat is definitief. Je richt onze kerk te gronden. Ik doe mijn best. Oh. Vergeef me, vader, want ik heb gezondigd. Ja, dat zal best en dat is prima. Ja, ik vind het wel heel spannend allemaal. Hij was goed voorbereid en hij heeft niet zo heel veel te doen in de voorstelling. Dus hij was wat dat betreft niet zo nerveus misschien als bij een andere voorstelling. Maar het gaat hem heel goed en hij heeft heel veel zin in. Hij is wel een bad guy natuurlijk. Ja, dat vind ik leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb wel heel veel verhalen gehoord van andere mensen die hem het al gezien hebben. Die echt heel enthousiast zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga genieten hopelijk. Mirjam, heb je hem al gezien al eerder in Engeland? Nou, ik heb heel toevallig een maand geleden hem in Wenen mogen zien. En ik heb de try-out al gezien. Dus ik weet een beetje wat ik kan verwachten. Maar ik ben enorm trots op die meiden. Ik heb een aantal PR-klussen met ze mogen doen. En het is zo'n mooie voorstelling. En de energie is super hoog. En Carolina is een geweldige Dolores. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Wat is de kracht van deze voorstelling, denk jij, Marcel? Nou, ik heb mijn Londen gezien. En ik zat gewoon de hele avond met een grote glimlach op mijn gezicht. Het is gewoon zo'n fijne muziek. En heel veel energie inderdaad. En voor mij gaat het vanavond ook weer gebeuren. Alles komt goed, echt waar. Want met, maar ook zonder dat nonnenkoor. Jij gaat het maken. Jij komt erdoor. Jij bent fabulous baby. Echt waar, fabulous baby. Te gek, fabulous baby. Later. Dolores van Cartier.
Jij wordt een ster. Nou, dat hoop ik. Ik heb er heel veel zin in. Kijk heel erg naar uit. Heb je hem al eerder gezien in Engeland toevallig? In Londen heb ik hem gezien, ja. Maar het schijnt dat hij inmiddels wel weer wat is aangepast. Dus ja, en in je eigen taal en met collega's. Dat is natuurlijk extra bijzonder. Zijn er nog speciaal mensen voor wie jij echt even komt kijken nu? Even checken. Nou ja, Simone en Carolina, Christan de Bruin, Barbara van der Brand, Tineke Oging. Moet ik iedereen opnoemen dat ik niet iemand vergeet? Nou, genoeg in ieder geval. Nee, joh, ja. Het zeker genieten worden, denk ik. Ga lekker snel naar binnen. Doe ik. Ja. Zwaar. We zijn heel nerveus, Caroline, want het is natuurlijk ons zusje. Ja. En nou ja, zoals jullie weten hadden we met z'n drieën de groep CPG. Ja. En nu gaat ze het in de uppie doen. Maar ja, het is, blijft een sister act, dus we moeten de supporten. Ja, hè? Echt. Sisters. Like this. Ja, absoluut. Nee hoor, dat is, we zijn met z'n tweeën. Ik denk dat we gaan gillen totdat ja. We er naar neervallen straks. We morgen niet te werken, dus nee. We gaan alleen... Halleluja! Hebben jullie hem al eerder gezien, generale try-out? Ja. Nee! Maar wat vonden jullie er eigenlijk niet van als je hem toch niet gezien hebt? Maar... Nou, we vonden hem niet ontzettend fantastisch. Nee, luister, ze staat het echt fantastisch te doen. En wat we ook horen van de try-outs, mensen zijn zo enthousiast. Ze staan bijna bij wijze van spreken op stoelen. Mijn moeder is al wel geweest en die heeft zitten huilen. Kijk. Dus dat zegt voldoende. We zijn gewoon heel trots. Ik bedoel, Caro, in onze partijen was ik altijd de hoogste, maar... Ja, ik kan wel. Dat zijn. Ja, dat is zijn. Dat zijn. Dus we moeten echt wel hard werken. Dus dit is een goede les voor ons. Absoluut. Goede motivatie. Nee, we zijn super trots. En ja, ze gaat rocken vanavond. Dat weten we zeker. Eén grote swingende sensatie natuurlijk. Toch? Ja, dans. Denk het wel. Dansende nonnen. Come on, Rob. En ja, voor jou, Sister Act, nieuw? Of heb je hem ook gezien in Engeland? Toevallig? Ik heb hem niet gezien in Engeland, Daisy wel. Ik heb hem wel gezien. En hoe was het? Ja, ik vond het wel heel tof. Ik vind het gewoon heel leuk om dit nu in Nederland te zien. En top dat dit theater zich daarvoor leent natuurlijk. Ja. En ja, volgens mij wordt het hartstikke leuk. En genieten en lekker over je heen laten komen. En gewoon ook vol lachen. Ja, kan je stilzitten? Of ik stil kan zitten? Nee, tuurlijk niet. Ja, ja. Nul niet. Hallo. Hey, Tom. Nee, oké. Nee, dus ja, we hebben er zin in. Ik wens jullie heel veel plezier. Het gaat zeker lukken. Dankjewel. Dat denk ik ook wel, ja.
What's wrong? Shout something. Sister! Yay! Yeah. Hi. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ging het? Want je was heel nieuwsgierig hoe het zou gaan worden, maar nu première. Hoe is het geworden? Ja, het was heerlijk. Laat eerlijk zijn, ik heb genoten. Het was een fantastische avond en volgens mij ging alles zoals het moest gaan. Dus het was gek. Wat heb jij meegekregen uit de zaal? Ja, volgens mij vond iedereen het wel leuk. We hebben in de pauze heel even naar RTL 4 gekeken en reacties gezien. En volgens mij vond iedereen het hartstikke leuk. Ja. Hoe voelde het, jongen? Heerlijk, echt. Ik ging helemaal uit mijn dak. Ik heb lekker met de andere twee goons genoten van de show. En ons nummer was ook te gek, dus ik heb er geen woorden voor. Het was gewoon fantastisch. En met Whoopi Goldberg in de zaal, gaat dat iets extra's? Ja, zeker weten. Gewoon met iedereen sowieso. Maar ook zeker speciaal dat zij er was. Zij gaf net ook een compliment van, nee jongens, jullie waren te gek. Dus echt, mijn avond kan niet meer stuk. Hoe was het voor je? Want je ging wel lekker uit je dak. Heerlijk. Het was zo'n fijne avond. Alles viel op zijn plek. Ik was enorm zenuwachtig van tevoren, maar het is allemaal goed gekomen. En ik ben echt blij dat het er nu op zit. Hier hebben we naartoe geleefd, dus ontlading. Ja, heel andere rol natuurlijk. Eerst Wicked en dan meteen weer door. En een totaal andere rol. Hoe was dat deze rol voor jou? Wat betekende dat? Ja, wordt die dingen verplaatst. Maar deze rol is voor mij, het is een comedy, het is nieuw, het is groot, het is muzikaal heel interessant en heel hard werken. En ik heb echt heel veel geleerd door dit te doen. En nu mag ik nog meer groeien omdat we nog heel vaak gaan spelen. En het is echt een hele gaaf productie waar je heel veel energie van krijgt. Het is echt te gek. Heel fijn. Ja. Ja, hoe was het voor jou? Ja, het was precies hoe ik had gedroomd. Hoe ik het zou willen. Het ging heel goed. Natuurlijk hier en daar wat kleine dingetjes, maar dat is meer voor jezelf. Het publiek heeft volgens mij genoten. Het ging goed. Het was fijn. Hoe is het om zo'n ontzettend swingende show te spelen? Want ja, het gaat maar door, hè? Ja, het geeft je energie. Het duurt voor je gevoel heel kort. Omdat het gaat maar door. En het geeft je gewoon heel veel energie. Dus als je thuis komt, slaap je nog niet, hoor. Kan je niet gelijk naar bed. Dat duurt wel een uurtje of drie. Dan is de adrenaline uit je lichaam. Hoe is het voor jou om Natte Harry te spelen? Natuurlijk een heel andere rol als je eigenlijk zelf bent. Het is voor mij een uitdaging. Het is voor mij echt een cadeautje. Ik ben ook echt heel blij dat ze me die kans gegeven hebben. Want meestal word je toch gecast voor andere soort rollen. Dus ik heb hem met beide handen aangegrepen. En ik hoop dat ik het goed heb gedaan. En uit de reacties wel. En ik vind het fantastisch om te doen. Echt waar. Het is voor mij echt een van de leukste rollen die ik heb mogen spelen. Hoe heb jij deze avond vanaf de zijkant beleefd? Het was fantastisch. Het was, nou, maar niet helemaal, hè? Want ik mocht één scène mocht ik meedansen. Heb je even gemist, sorry. Ja, als Golden Boy, maar dat had ik zo'n hele foute snor op en een foute pruik. Dus dan herken je me misschien niet zo goed. Nee, fantastisch. Het publiek reageerde ook heel erg goed. Ik zat stiekem in de eerste acte ook in de zaal. Om een beetje te proeven van de sfeer. En het was echt, ze ging uit het dak. Bruist, hè? Het bruist echt. Het bruist echt. We hadden bij de try-out zelfs dat echt mensen gingen opstaan al halverwege het slotnummer, zeg maar. Ja. Het was echt heel grappig om te zien. En wat vind jij van de Sister Act al op zich als musical? Hoe is het om erin te mogen spelen met zo'n cast? Dat is een sterrencast. Het is echt een sterrencast. En ja, ik leer ook wel gewoon heel veel van Simone. Ik heb voor het eerst werk ik nu met Simone. En het is gewoon leuk om haar komische timing te zien. Hoe ze die ontwikkelt, zeg maar. Weet je wel, dat gaat toch stapje voor stapje. Wordt het uitgekristalliseerd, zeg maar. Dus dat vind ik heel erg leuk om te zien. En ja, gewoon heel veel dames, hè. Dus het is altijd lekker gezellig kletsen. Droom, uitgekomen? Ja. Ja, echt. Dit is echt wat ik ervan had gehoopt. En weet je, mijn familie in de zaal, mijn vrienden. Dat eindapplaus. Bizar. Ja, het waren stapeltrof. Ja, sorry. Ja. Je wil helemaal op je duitje dak gaan, helemaal zo'n volle zaal bruisen? Ja, anders had ik hier toch niet gestaan. Nee, dit is echt waarvoor ik leef gewoon. Echt. Ik eet, slaap en drink dit, ja. En wat doet de muziek met je? Ja, het hele dikmakpak gaat heen en weer. Ik bedoel, en ik ook. Dus, ja. En Whoopi Goldberg in de zaal, wat deed dat met jou? Nog een beetje extra stimulans? Nou, waar je dat nodig hebt? Nou, nee, ik wil meestal niet weten wie er allemaal in de zaal zit. Want dan ga ik rare dingen doen. Ja. En ik weet dat ze er was. En ik hoop dat ze trots op me is. Want ik weet helemaal niet, we hebben elkaar niet gesproken. Maar ik ga er nog wel even aan de armpje trekken. Ja, ja, ik vond het geweldig. Ik heb het zelf in West End gezien, Sister Act. En ik had nooit verwacht dat zo'n Amerikaans verhaal eigenlijk in Nederland zo goed zou werken. Ze hebben het heel goed vertaald, de grappen. Ik heb eigenlijk alleen maar met een glimlach gezeten. Dus het was heel leuk.